Het blijft onduidelijk wanneer de eerste voertuigen van de Randstadrail gaan rijden. Eerder werd de start uitgesteld na tegenslagen tijdens de bouw. Verantwoordelijk bestuurder Pieter van Boensel had toegezegd vandaag met duidelijkheid te komen, maar hij durft toch geen uitspraken te doen. Het stadsgewest Haaglanden kan niet zeggen wanneer Randstadrail definitief van start gaat. Vanmiddag vergaderen het dagelijks bestuur van het stadsgewest en zou er een definitieve datum bekendgemaakt worden. Maar Pieter van Boensel wil nog langer op de resultaten van de testritten wachten en durft geen concrete datum te noemen. Oorspronkelijk zouden op de Zoetermeerlijn en op de Hofpleinlijn vanaf 3 september railvoertuigen gaan rijden.